Good, Calvin. Mijn naam is Calvin, a.k.a. Calvin. Ik ben hier samen met twee mensen die ik nog helemaal eigenlijk niet ken, maar jullie ook wel, waarschijnlijk wel. Xan en Montel. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Niet te doen dit. Wat een dag. Nu al. Wat zit nou te lachen dit? Gewoon lachen. Waarom lach je nou weer? Ik vind het grappig. Zij vinden het ook grappig. Zij vinden het ook grappig. Jullie zijn verliefd op elkaar, toch? Ja. Wie is het meest verliefd? Diving right in there. Ik zou gewoon haar zeggen. Of, ja, zij. Ik denk zij. Of denk jij? Ja, ik denk Oké, okay, mocht jullie niet weten wie dit zijn, stel jezelf even voor. Let's go. Hoi, ik ben Montel. En Sanne. En dat... Yeah! Hey. Zij zijn mooie mensen. Zeg maar, alles wat ik niet ben. De modellen. Beste introductie ooit. Dat jullie misschien weten, hebben ze allebei meegedaan aan Holland's Next Topmodel. Jij hebt gewonnen volgens mij. Gefeliciteerd, man. You got the night. Als we vandaag 13.500 likes halen binnen 24 uur, betekent dat er morgen weer een nieuwe video komt. Het zou heel jammer zijn als we de 31 video's niet halen, want ik werk heel hard en dan komt dat allemaal goed. Dus like de video, mensen. Waarom zijn jullie hier vandaag? Omdat we een video opnemen met jou. Ja, omdat ik jullie gedwongen heb om dit te doen. Ja. Zij zijn hier niet vrijwillig. Nee. Je bent heel bang, of niet? Je bent een beetje bang voor mij, hè? Ja. Moet even... Zijn we nu op een goede level? Ja. Yeah. Oké, we gaan vandaag iets hartstikke leuks doen, namelijk porn or fashion. En dat is een beetje raar. Maar we gaan het wel doen, want ik dacht, ik heb modellen in de house. Dus we moeten dan een soort van modelachtige challenge doen. En toen dacht ik, we doen gewoon porn. En mochten mensen niet weten wat het is, dan gaat Montel het uitleggen. Nou, kijk, je hebt een foto die is geknipt. En dan zie je bijvoorbeeld een naakte vrouw of zo. En dan moet jij kiezen of het nou fashion of porn is. En dan moet je één ding kiezen. Komt de foto vergroot, de hele foto. En dan zie je of het porno is of fashion. Jij weet, ik heb nog nooit zo'n goede uitleg gehoord in een video. Hoe kan jij in één keer dingen uitleggen? Geen idee. Ben je naar de uitlegschool geweest? Ja. Ja. Mensen, abonneer op mijn kanaal, like de video. Dan gaan we beginnen met porno fashion. Let's go. Ik heb een laptopje hier, die ga ik er even bij pakken. Normaal gesproken zou ik de punten bijhouden, maar ik vind dat een beetje moeilijk nu. Nee, ik ga het wel gewoon doen. Ja, we gaan het gewoon doen. Oh, jij wil nu een keer van hem winnen. Mensen, daar gaan we. Porno fashion 2017. Jullie wisten niet dat het nog mogelijk was dit jaar, maar jawel, we gaan het gewoon doen. De eerste foto, eigenlijk de tweede foto, want we hebben al eentje gedaan ter illustratie van de talent, is dit. We zien een vrouwtje van de achterkant. We gaan tegelijkertijd zeggen, oké? Okay? Je moet gewoon voor jezelf kiezen. Je strijdt vandaag alleen. Je bent geen duo. Als ik hier met jullie relatie verneuk, dan is het niet mijn schuld. Oké. Ja? Oké. Okay. 3, 2, porn! Oh, hadden we alle drie hetzelfde? Ja. Maar hebben jullie ze allemaal al gezien? Nee. De helft. Nee, grapje. Ik heb nog niks. Ik heb nog niks gezien. Dat ik nou met 22 win, dan lieg ik. Snap je op welk level deze challenge zit? Ja. Te spelen met je mind. Hè? Je moet eigenlijk gewoon kiezen wat je niet denkt dat is. Oké, okay, is goed. Ja? Ja? Niemand heeft een punt. We zijn allemaal slecht. Oké, okay, dit ik weet dit. Je wou het al zeggen. Ja, dit is porno. Ja, dat denk ik ook. Wij kennen gewoon haar. Nee, grapje. Nee. Oké, okay, de kans bestaat natuurlijk dat je iemand ziet of denkt, ik heb jou eerder gezien. Dat kan. We gaan door. Porno. Wat denk jij? Kies even wat anders. Ja, nee, ik denk ook porno, omdat jullie al weten wie het is. Nee, ik weet het niet. Oké, we denken allemaal porno. Oh! Waarom kijk je daarna? Dit is fashion, dat weet ik sowieso. Tegelijkertijd zeggen wat het is. 3, 2, 1, go op porn. Ja, ik ga gewoon tegen draad. Is goed. Doe maar. Wat is Het was fashion. Het was fashion, maar het was... Nee, dit klopt niet. Dit is niet zo nergens op. Wat was het? Ik weet nog steeds niet wat het was. Wat was het nou dan? Het was een naakte man tussen schoenen. Maar het sloeg nergens op. Maar dat is fashion. Jullie hebben allemaal een punt. Je mogen trots zijn op jezelf. Iedereen zat echt te kijken. Wat is dit? Oké, we gaan door. Fashion. Porn. Nou, ze heeft heel veel oogschaduw op, dus ik denk fashion. Wow, je hebt die tactiekjes, man. Ik kijk gewoon naar een soort van blik waarvan ik zou denken, oké, dat zou misschien met porno kunnen. Dus daar heb ik mijn keuze op gebaseerd, maar waarschijnlijk is het fout. Laten we gewoon kijken. Jullie denken allebei fashion? Ja. Jouw reactie is goud, altijd. Jij duikt gewoon uit beeld. Elke keer als je iets ranzig ziet, ga je gewoon weg. Maar waarom maken ze zich op voordat ze... Moeten ook mooi zijn op de camera. Juist. Oké, ik heb wel een punt. Oké, we staan nog steeds gelijk. Het is 2-2-2. Ik weet niet hoe lang we doorgaan, maar we gaan gewoon door tot ooit. Het is porno. Geit. Ik denk dat het fashion is. Ja, tuurlijk. Ik zal even klikken. Kijk haar hoofd. Oké, ik snap. Ah! Wel porno. Jullie wisten gewoon meteen. Jullie hebben dit gewoon samen gekeken. Ik zeg nee. Fashion. Ja, dit is fashion. Kijk dat strikje. Dit lijkt op een auto, denk ik. Dit is fashion. Ik denk porn, ja. Zoals niet zo zijn. Ja, ik denk, hallo, anders denk ik de hele tijd hetzelfde.
auto. Hé, maar ik had het goed, hè. Ik had het goed, man. Hey, I got this. Professional porn is mijn challenge, man. Ik ga dit winnen. Maar nee, het staat nog steeds gelijk. Ik verwacht wel dat jullie dit weten. Jullie zitten toch in die model scene. Jullie moeten toch weten. Ja, maar als je zoiets ziet, als het zo een vrouw zo met één... Je bent gewoon smoesjes aan het bedenken. Nee, het is gewoon niet. Oké, nu denk ik wel fashion. Ik denk fashion. Wat is dat er omheen? Dus, veertje. Boa of zo. Ik denk ook fashion. Allemaal fashion? Porno? Nee, ik denk allemaal, ik dacht fashion. Gaan we nu met jullie mee? Oké, ik denk dan porno. Ja? Ja. Oké, daar hou ik van, man, Montel. Je doet gewoon even snel die plot twist. Oké, dat was wel fashion. Ik heb het goed. Lekker zo. Wat was het? Er waren twee knuffelende mannen naakt in een veertje. Thanks voor deze analyse. Sanne en ik hebben het toch goed? Naar voor me. Vrouw. Is goed. Dit is... Porno. Porno. Geheid porno. Jij kijkt. Oké, doe maar porno. Oké, ik denk altijd nee, porno. Iemand moet fashion. Nee, dat moet helemaal niet. Nee. Wel, doe gewoon. Oké, ik doe al fashion. Maar jij weet zeker dat porno is. Ja. Jij weet gewoon wie dit is. Ja, deze scène al gezien. Nee. Jij weet dat het Mia Tikaru is. Mia Khalifa. Ja, ik had eerst Mia Khalifa in mijn hoofd, maar dacht ik, dat kan ik niet zeggen. Oh, ja, ja. We hebben het even over porno, ja? We komen straks... Ik denk porno. Jij denkt ook porno, ik denk fashion. Hey, we got this, man. Ik ben hier slecht in, man. Hé, hey, maar heb ik nou gewoon dat puntje of niet? Ik ja. Je bent er helemaal klaar mee, of niet? Nee hoor, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook hartstikke gezellig. Bedankt dat jullie ja hebben gezegd hierop. Dat waardeer ik altijd enorm. Oké, we gaan door. We zien oprecht gewoon een tepel. Porno. Fashion. Fashion. Twee voor fashion, let's go. Fashion. Oh. Lekker. Nice. Dit is ook fashion. Hij heeft wel een string aan, dus dit is sowieso fashion. Het kan ook dat ze iemand... nevermind. Er kan iemand iets met haar voeten aan het doen zijn. Dat kan, hè. Ik zeg gewoon, ze geeft gewoon opties, hè. Met haar voeten? Ja, ze zijn mensen met een voetfetish. Er zijn gewoon mensen met gekke fetish, hè. Ik zeg fashion. Jij zegt fashion, ik zeg ook fashion. Ik zei ook fashion. Nee, doe maar porno. Dat is fashion. Fuck, hey. Kom op, Montel, man. Je kan beter. Oké, okay, dit is porno. Hé, hey, laat me even de stand noteren. Jullie zijn de fanatiek in dit spel, man. Jij bent echt... Porno! Porno. Ik zeg fashion. Ik porno. Kijk waar de hand zit. What the fuck? Ik zei het al, fashion! Luister nou een keer naar me! Own deze game! Ik heb gewoon heel veel porno gekeken van tevoren. Ik weet nou precies wat er allemaal is. Oké, hey, prima. Porno. Dit is echt de meest nietszeggende blik ooit. Porno. Dit is echt... Dit is porno. Jullie denken allebei porno? Nee, doe maar fashion. Nee, ik denk porno. Fashion. Porno. Porno. Ik ga voor fashion. Want het is porno, maar ik moet iets minder punten halen. Fashion, fashion, porno. Hoppa! Hé, hey, Mattie, ik zei het al. Ik weet dit. Dit is porno. Weet je wie dit is? Dit is porno. Weet je wie dit is? Nee, geen idee. Waar heb je het over? Ja, ik weet gewoon wie het is. Maar het is heel raar dat ik dit weet. Er is zo'n show online waarin gasten met pornosterren een interview gaan doen. En zij is één van die pornosterren. Dat is echt zo. Oké, dan is het porno. Nee, die is niet meer leuk natuurlijk. Ja. Dat wist ik. Je kijkt altijd, je bent meteen... Dit is fashion, want toen net waren er ook twee zoenende mannen. Oké. Okay. Fashion, porno. Nee, ik doe ook fashion, want ik mag geen punten halen. Fashion, fashion. Porno. Gatsi Dari. Dit is porno. Oh. Ja, de 13-jarige Sanne komt naar boven. Jongens zijn vies. Zag je het? Ik heb het gezien. Fashion. Ja, fashion. Porn. Nee, want kijk, ze heeft zijn hand in haar zij, dus waarschijnlijk staat ze zo. Oh, dat is die modellenpose. Hé, hey, ik kan een gekke modellengezicht, hè, met een botoxlip. Moet je kijken. En de Zoolander doe je niet. Ja, ik krijg gewoon gekke Zoolander. Fashion. Ik denk porn, man. Ja. Curvy fashion, man. Curvy models, ey. Niks mis mee. Ey, maar jullie hebben wel allebei een puntje. Jullie mogen even applaudisseren voor jezelf. We gaan tot 10, oké? Okay? Degene die als eerste 10 punten heeft, is de officiële winnaar. Kan je dan in je Twitter bio zetten of in je Insta bio gewoon. Winnaar 2017 fashion of porn. Oké, top. Dit is porno. Dit is porno. Kom, Montel, je kan nou een slag slaan. Fashion. Net... Ja. Ik wou nog zeggen, ze lijkt op Bella Hadid, maar dat was het. Jouw reactie is zo grappig gewoon de hele tijd. Ik vind het echt vies. Ja, het is ook echt vies. Hé, hey, maar wie heeft... Oh, wij hebben allebei nu een punt. Nog maar één punt en dan hebben jullie gewonnen. Hoeven nog maar eentje en dan hebben we gewonnen. Voor wie ben jij dan? Wie wil jij dat er wint? Ik. Oké, okay, maar wie wil jij als twee... Wie is je twee na favoriet? Ja, moet wel. Ik. Nee. Jawel, ik wil dat ik zelf win. Oké. Okay. Ik ben ook niet van. Moet je gewoon niks. Dit is porno. Dit is fashion. Nee, dit is fashion. Porno. Hey, één van ons gaat nu winnen. Oké. Okay. Dit is de finale. Ja, ik nou. Nee, wacht! Nog één keer mensen vragen om die likes, want anders gaat het niet lukken. Laten we even mijn ding doen. Hebben jullie nou nog niet de video geliked? Doe dat dan sowieso. Met 13.500 likes binnen 24 uur komt er morgen weer een nieuwe video. En hij is nice. Dus hey, ja, je moet gewoon doe gewoon even. Fashion. Fashion. Porno. Als dit goed is, hè, dan heb ik gewoon. Nou, klik nou. En als het fout is, heb jij gewoon... Okay. Je wilt echt graag weten, ja. Hè? Ja. Ik wil winnen. Ja! Yeah! Nee! Nee! Ik ben
de officiële Fashion Orb Porn winnaar, mensen. In 2018 komt er weer een wereldkampioenschap Fashion Orb Porn. Dan ga ik jullie weer uitnodigen en dan komt er een rival. Mensen, bedankt voor het kijken. Geniet van het leven. Doei!